daar bleek ik te moeten inloggen met mijn, e-mailadres en mijn password. Password. Ik heb nooit een password van de museumjaarkaart gehad. Is dat wel onzin? Ik zat er nog zo'n tekstje onder password vergeten. Nee, niet vergeten. Ik heb er nooit een gehad. En ik ga nog een stap verder. Ik wil er ook helemaal geen hebben. Het Verlossum. Kunt u mij horen? Leuke aflevering vandaag, denk ik. Want luisteraars die hebben aangegeven wat zij de leukste fragmenten van het jaar 2022 vinden. Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog even wat administratie bijwerken. Want Maarten, de laatste natie van Nederland is vorige week overleden. Heb je dat meegekregen? De laatste wie? De laatste natie van Nederland. Jacob Luitjens. Ja, een tragische figuur in allerlei opzichten. Waarom? Nou ja, omdat hij in zijn jeugd inderdaad ontspoord is. En ik vond het eigenlijk dat er stond een groot verhaal over in de NRC. Hij is tenslotte geloof ik naar Canada ontsnapt, waar die docenten de plantkunde is geworden. En had het gevoel dat hij toch tenslotte nog weer een min of meer acceptabel mens was geworden. Dus hij zat enorm met datgene wat hij in zijn jonge jaren had bedreven. Dus ja, dat vind ik dan tragisch, dat zo'n... Je komt daar natuurlijk in zekere zin nooit meer van af als je zo'n verleden hebt. Maar, ja. In de film krijg je dan een nieuwe identiteit. En dan ga je naar het buitenland toe en word je ander, krijg je een pruik op of een snor. Ja, ik moet je zeggen dat ik heb nooit de ambitie gehad om een andere identiteit te krijgen. Ik vind ook dat het sowieso dat je een identiteit hebt, is voor mij al, dat is eigenlijk ook een heel nieuwe maatschappelijke discussie. Dat iedereen zich druk maakt over zijn identiteit. Ik heb daar wel eens over nagedacht, maar ik zal ook wel een identiteit hebben. Maar zorgen heeft het me nooit gebaat wat mijn identiteit precies is. Ja, maar jij bent geen natie, dus jij hoeft niet een nieuwe identiteit aan te nemen. Nee, ik ben van alles niet natuurlijk. Dat kun je wel zeggen. Maar ik vond het stuk, ik werd eerder bewogen door medelijden over met die man. Dan dat ik zeg, hoe schandelijk en dat hij ontsnapt is. Maar zo'n medelijden heeft het toch zelf gedaan? Hij had ook beter kunnen nadenken. Ja, maar hij was 21. Het was hetzelfde probleem als met Willem Haantjes. Die op zijn 17e ook wat was het, de Waffen-SS of een of andere SA-achtige organisatie lid was geworden. En daar natuurlijk verschrikkelijke spijt van had. En ik weet niet, ik ben enorm geneigd om mensen die wat ze doen voor hun 17e of voor hun 18e, als ze daar verschrikkelijke spijt van hebben en om ze dat te vergeven, ja. Mensen zijn natuurlijk vaak geen beroerdere fase van het menselijk leven, zeker bij de man, als de puberteit en de adolescentie. En dat die mannen weten geen raad met zichzelf, vooral omdat ze meestal niet na kunnen denken. Hi Maarten, zojuist lees ik online iets over de staatsgreep van 54 in Guatemala. Die is geanceneerd door de CIA. De Nederlandse Wikipedia die is erg sumier, maar de Engelse Wikipedia, daar word ik ook niet veel wijzer van. Misschien heb jij hier wel meer over te vertellen. Nou, dat is waar. Daar is een staatsgreep gepleegd in Guatemala. Dat was een betrekkelijk progressief regime. Maar de Amerikanen maakten zich zorgen. Die hebben natuurlijk decennia lang een extreem reactionair beleid gevoerd ten aanzien van Midden- en Zuid-Amerika. Maar daar zou ik wel maar even iets meer moeten lezen, wil ik daar meer over kunnen zeggen dan nu. Dan hebben we een brief van Aniek en Aniek heeft het over bijvoorbeeld Megan. Ze zegt, ja, ik heb een blog gelezen van Megan al voordat ze samen met Harry was en ik vond haar activisme rondom gendergelijkheid erg inspirerend. Uiteraard hadden ze beter één keer hun verhaal goed kunnen vertellen in plaats van iedere keer weer een exclusief interview te geven. Echter was de Netflix deal van 100 miljoen voor meer dan alleen deze documentaire serie. Ze was Megan met Pearl, een animatieserie bezig waarin een 12-jarig meisje geïnspireerd raakte door vrouwen uit de geschiedenis. Deze serie en andere content waar ze zelf niet in te zien zijn, werden geschrapt door Netflix. Dus ik begrijp, zegt zij, alle negativiteit rondom haar persoon niet zo. En ik ben benieuwd waar Maarten dat op baseert. Zij doen niets anders dan klagen. Ten eerste over de koninklijke familie waar hij uit afkomstig is. Dat kan hij op zichzelf niet helpen. Maar dat geeft je wel een enorm geprivilegeerde positie.
En bovendien een moeiteloos en een schatrijk soort van bestaan. Waarbij je in je eigen thee niet eens hoeft in te schenken, zal ik nu maar even zeggen. En ja, wat mij stuit, wat ik stuitend vind bij dit echtpaar, is dat geklaag over de paparazzi en die familie en de combinatie van die dingen. Als zij per se een werkelijk rustig leven hadden willen leiden ergens, dan was dat mogelijk geweest. Maar dan moet je niet voor 100 miljoen je klachten verpatsen aan Netflix. Oké. Nou, laten we eens gaan luisteren naar de leukste fragmenten volgens de luisteraars van deze podcast van dit jaar. Die kon je doorgeven via de Insta-pagina van deze podcast, Maarten Podcast op Instagram. En nou, dit fragment is denk ik misschien wel het meest daar doorgegeven, namelijk de perikelen deze zomer op Schiphol. Maarten, jij ging 3 weken naar Amerika en ja, die reis die startte natuurlijk op de Nationale Luchthaven. Ja, en al die, nou ja, hoeveel, reken maar uit, hoeveel mensen, die vliegtuigen zijn allemaal goed vol. Dus reken maar uit, stonden in een hoekje van de vertrekhal, waar het wel wat koeler was dan buiten, maar niet indrukwekkend, stonden er 700 mensen te wachten op iets wat niet helemaal duidelijk was, namelijk wanneer die boarding, die dus eigenlijk volgens de formuliertjes al begonnen was, nou eigenlijk daadwerkelijk zou gaan beginnen. Dus ja, daar hebben we ook weer gestaan. Hè? Want staan, wachten, dat is het lot van de moderne mens. Daar komt er. En dan denk je nog, business class, dat gaat wat vloggen. Maar we hebben die ook, de business class stond daar gewoon. En ook daar geldt natuurlijk, god, als je 32 bent en je hebt 3 kinderen bij je, dan kun je zo vlop, kun je aan boord. En als je 32 bent en je hebt geen kinderen, dan vind je het ook niet zo erg om een half uur in de rij te staan. Het gaat mij om allemaal kwetsbare mensen, waarvoor er in het internationale luchtverkeer niets gedaan wordt. Je kunt op Schiphol wel een karretje aanvragen, maar dat moet je lang van tevoren doen. En ik geloof ook schriftelijk. Heb je dat gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Ik kan heel redelijk lopen. Mijn probleem is niet lopen. Ik ben prima loper. Mijn probleem is langdurig staan en lummelen. Maar je kunt toch gaan zitten met een roman op zo'n stoel? Ja, je kunt gaan zitten. Want ik kan iedereen aanraden die nu naar Tom luistert, neemt u vooral een inklapbare fauteuil mee. Het aantal zitplaatsen op luchthavens is minimaal. Meestal moet je zoeken naar een beetje een behoorlijke stoel. Er zijn geen jonge mensen die daar voor je opstaan. Bijvoorbeeld bij de gate, hè, waar je zit te wachten tot je dat klote ding in kunt, daar zijn onveranderlijk veel te weinig zitplaatsen. Misschien omdat die toestellen veel groter zijn geworden dan ze vroeger waren. Ik weet niet precies wat het is. Dus ja, daar sta je dan ook weer te staan. Hè? En dan heb je natuurlijk de mensen die zitten op een stoel en die dan 3 stoelen ernaast nog al hun barang hebben staan. Hun bagage hebben. Het is goed, laten we nu overgaan na dit allemaal geconstateerd te hebben. Wat toch het meeste opvalt is de totale ongeïnteresseerdheid in het lot van mensen die misschien niet zo vlot ter been zijn, die misschien niet zo vlug zijn, die misschien niet zo jong zijn, die niet 16 kinderen bij zich hebben. Hè? Als we daar nou eens iets voor deden. Hè, want ik dacht ook onderweg, nou ja, als je met iemand op stap moet die slecht ter been is, die moeilijk loopt, dat is niet meer te doen, dan kun je niet vliegen. Goed. Nu voor al die mensen die, ja, er zijn natuurlijk een aantal sukkels die zijn al vertrokken per vliegtuig. Heeft u een klote dag gehad op Schiphol? En ik kan u beloven, ook als u terugkomt, heeft u nog eens een keer een klote dag op Schiphol. Die u onder de huid kruipt, waar u nog een hele dag ongans van kunt zijn. Mensen vinden het waarschijnlijk overdreven, dat is ook zoiets geks. Mensen zijn net, het is net alsof ze allemaal comateus zijn, hè. Ze voelen niks voor protesteren. Ze staan daar maar te staan. Niet waar, die hersens zijn klaarblijkelijk op 0 gezet. Ik weet niet precies wat ze ermee gedaan hebben. Maar goed, u moet nog met vakantie. U heeft nog keuzemogelijkheden. Dan zou ik zeggen, primaire keus, blijf thuis. Ja. Blijf rustig thuis, in uw eigen huis. Alles is in orde. Het weer in Nederland gaat wel een beetje af en toe naar de inrichting de 30, maar valt toch ontzettend mee. Kijk toen voor de lol eens hoe warm het in Madrid is, voor het geval u naar Spanje wil. Kijk toen voor de lol eens op naar andere plaatsen in Europa. Dan zult u constateren, overigens u zult ook constateren, heel interessant, dat het ondertussen in Nederland in de zomer ongeveer even warm is als het in Zuid-Frankrijk 50 jaar geleden was.
Toen ging u met vakantie naar Zuid-Frankrijk voor de zon en de warmte. Dat hoeft u helemaal niet meer te doen. Nu heeft u in Nederland zon en warmte. Dus blijf in Nederland. Door in Nederland te blijven, ja, dat is natuurlijk zo klaar als een klontje. Hoeft u niet te vliegen. Als u toch weg wil uit Nederland, om wat voor raadselachtige reden dan ook. Hè, u wilt bijvoorbeeld naar België, ik noem maar wat op. Wat een heel normale wens is. Sterker nog, ik dacht gisteren in die rij dat je daar staat te staan. Kennelijk heeft Nederland helemaal geen behoefte meer aan terugkerende reizigers. Zou het niet handig zijn? Zou het niet bewust beleid zijn? Dat eigenlijk de regering denkt, waarom kunnen we niet 1 miljoen Nederlanders kwijt naar België? Dat hè? Rutte bedacht heeft. Hebben wij er geen last meer van eigenlijk. Ja. Rutte stond ook in die rij trouwens. Hè? Heb je dat die foto gezien? Die gaat er speciaal in staan om te laten zien dat hij ook een slachtoffer is. Denk je dat het bedacht is? Ja, natuurlijk. Rutte op de fiets, Rutte in de rij. Rutte bij de tand als hij niet verdoofd wordt. Nee, dat is allemaal flauwekul de eerste klas. Ja. Als Rutte anders zou willen, dan kan dat. Dan gaat hij gewoon met de dienstauto. Ja. Helemaal geen probleem. Dus daar ben ik... Ik heb geen water meegenomen. Is dat even stom? Oh, dan moet je wel even pakken dan. Want ik moet zo even water pakken. Want dat water wat hier ligt, dat ligt er al een maand. Ja, dat is niet verstandig. Er zit salmonella in, denk ik. Ik zal zo even water pakken. Mocht u dus toch nog op reis... Ga niet vliegen als u naar een reisdoel in West-Europa gaat. Dat is nergens goed voor. Als u gaat vliegen naar Londen, moet u zich na laten kijken door een goede geestelijke begeleider. Dat moet u gewoon niet doen. Dat is een prima trein naar Londen. Daar is helemaal niets mis mee. Heel comfortabel. Beter eten dan in het vliegtuig. U ziet nog eens wat van de buitenwereld. Ik kan het u warm aanbevelen. Idem dito, Berlijn, Parijs. Al heel West-Europa is per trein prima te bereiken. Als u dat niet bevalt, als u niet met de trein wilt, dan kunt u altijd nog met uw eigen auto gaan. Maar ga niet vliegen. Niet waar, u heeft misschien 14 dagen, gaat u met vakantie, of misschien maar een week, dat weet ik niet. Er zijn niet veel mensen die echt 3 weken gaan, volgens mij. En dat betekent dat u, als u gaat vliegen, dat u 2 dagen kwijt bent aan ergernis, staan, lummelen, onderdeel vormen van chaotische menigte, waarvan niet duidelijk is wat ze precies kunnen en moeten doen. Het is werkelijk verschrikkelijk dat we dat zo georganiseerd hebben. Het heeft ook iets treurigs en bedroevends over zich. Dat niet waar? Nu kan Jan met de pet ook vliegen en kijk eens wat er gebeurd is. Je begrijpt ook dat de absolute top van onze samenlevingen daar natuurlijk allemaal niks geen last van heeft. Die vliegen in particuliere vliegtuigen. Die worden waarschijnlijk niet of nauwelijks gecontroleerd. Nou ja, dat dacht ik ook nog. Kan ik niet nog even miljardair worden? Ja, want dan kan ik een eigen vliegtuig kopen. Het scheelt in het algemeen wel wat als je business class vliegt. Niet zoveel als mensen denken volgens mij, maar wel wat. Maar ja, daar betaal je ook naam van hand voor. Dat spreekt vanzelf. Wat is het voordeel? Het voordeel is dat je toch vaak net iets sneller bij de gate bent dan de anderen. En vooral bij de bagagecheck kan je... Laat ik niet beginnen over de bagagecheck. Die ook daar heerst totale willekeur. In Amerika bijvoorbeeld moet je op sommige luchthavens moet je meerdere bakken gebruiken. En als je dat toevallig niet doet, je hebt je koffertje erin gelegd, je jas en de kleine dingetjes, de telefoontoestel enzovoort. Word je onmiddellijk, niet waar, fascisten wie daar aangeblaft, dat kan zo niet. Het moet in 2 bakken. En tenslotte ook in Alberta of in Calgary, in mijn geval in 3 bakken. Zodat ik de 3e bak vergeten ben en de hele vakantie, ik bedoel, sorry, de hele reis door heb moeten brengen zonder laptop, wat bijzonder frustrerend was. Ik hoop hem nog terug te krijgen, eerlijk gezegd. Want hij is daar dus achtergebleven. En dan kom je op een andere luchthaven, je denkt, nou ja, we moeten natuurlijk in 2 aparte bakken. Nee, het is een totaal ander beleid. Stomme eikel, allemaal in 1 bak. He? Zo op deze toon. Ja. En dat in het Engels natuurlijk. Ik weet niet precies wat stomme eikel in het Engels is. Dat je ook denkt, wat is dit voor wereld? Wie regeert er in deze wereld? Welke gekken, niet waar, zitten aan het roer? Dat is het. Het is onbegrijpelijk dat complexe systemen überhaupt nog werken. Op een goede dag implodeert alles wat we zo ingewikkeld hebben gemaakt, dat we zelf eigenlijk niet meer begrijpen hoe we het aan moeten pakken. Wat gaat er wel goed?
Ja, wat gaat er wel met dit vliegtuig? Kijk, zit je er eenmaal? Ach, die dingen die zweven moeiteloos over de oceaan. Nou ja, je hebt het kabaal van die motoren en het afzuigen en het inpompen van die lucht natuurlijk. Maar voor de rest is het een heerlijk rustige vlucht. Met de vlucht zelf is niks mis. Die machines zijn eigenlijk wonderbaarlijke machines. Bovendien waren ze vroeger 4 motoren, tegenwoordig helemaal geen probleem 2 motoren. Het zijn wel ook gigantische motoren natuurlijk. Die moderne straalmotoren, ze zijn zeer betrouwbaar, zoals we alle weten. Gebeurt. Als je in dat ding zit, zit je heel, althans in de business class, laat ik dat voorop stellen, zit je heel comfortabel. Niks mis mee, het wordt voortdurend koffie aangeboden en zo. En dat waren de perikelen op Schiphol, doordrenkt van irritatie en frustratie. En als je het lijstje met de fragmentjes zo bekijkt, dan moet je toch wel concluderen dat dat in de smaak valt. We hebben natuurlijk veel gedaan. We hebben het gehad over de oorlog in Oekraïne. Veel gesproken over de Sovjet-Unie, hoe Poetin is geradicaliseerd. We hebben mini-colleges gegeven over de wet van Faraday, over de Gouden Eeuw, over de IJzeren Eeuw. Kun je allemaal terugluisteren in je podcast-app. Maar frustratie, irritatie en dingetjes die misgaan, die doen het toch wel goed als je mensen vraagt van wat vind je nou de leukste fragmenten. En in die categorie valt ook het volgende fragment. Maarten moest op een gegeven moment een betaling doen voor de museumkaart. Maar dat ging niet helemaal vlekkeloos. Iedereen werkt aan deze nogal flauwe poppenkast mee. Ik heb heel veel gesproken voor de Rabobank. Daar hebben ze zo'n jaarvergadering. Het is natuurlijk een coöperatieve organisatie. Dus ze hebben ook zo'n raad. En dan kunnen mensen die kunnen protesteren tegen de gang van zaken of commentaar hebben. Daar was het altijd prijs dat een of andere oudere persoon opstond. En die was dan bewoner van een dorp ergens in Brabant. En daar was de laatste kantoortje van de Rabobank was daar opgedoekt. Met als gevolg dat je als bejaarde, dus als je geld wilde trekken, dat je naar de iets grotere stad moest met de auto of met de bus, die natuurlijk ook steeds minder was gaan rijden. He, zo kleed je eigenlijk. En dan denk je bij jezelf, de Rabobank, is dat die bank die miljarden verdient per jaar? En daar kan er dus niet 2 dagen in de week in een Brabants dorp een kantoortje af. Wat is dat voor een waanzin? Voor klantonvriendelijke waanzin. Hè? En op dit punt zijn het nog tal van organisaties zijn geen reet geïnteresseerd in het lot van hun klanten en hun leden, of hoe je het precies wil noemen. Ja, ik wil zelf nog wel een verschrikkelijk voorbeeld ook noemen. Ik ben al jaren, het heeft er geen zak mee te maken, maar moet het toch even kwijt, want ik heb er mijn uren aan zitten ergeren. Ik ben al jaren, heb ik de museumjaarkaart. Bij mijn weten werd dat automatisch verlengd en dan werd het afgeschreven. Maar het kan ook zijn dat dat niet zo was, dat ik dat vergeten ben. En hoe dan ook, ik ontving een rekening van de museumjaarkaart. Of ik die maar wilde betalen, dan kreeg ik geloof ik 4 euro korting. Nou ja, hè. Als ik ergens op zit te wachten, is het wel 4 euro korting op de museumjaarkaart. De vlag uit, zou ik zeggen. Dus, en dat ze hadden een QR-code erbij. Dat is hartstikke makkelijk, baf. Even met het bank-appje. En klaar is Van Rossum. Maar nee, want mijn bank-app weigerde deze QR-code te accepteren. En ik kreeg een mededeling dat ik op alle terreinen totaal de nieuwste versie van alle apps moest installeren. Wat gek is, want ik heb verder helemaal geen klachten gehad over die QR-code. Maar wel dus die van die museumjaarkaart. Als je dat niet werkte, werd je verwezen naar een webpage. Dus ik denk, nou ja, die is niet anders dan maar naar de webpage. Daar bleek ik te moeten inloggen met mijn, e-mailadres en mijn password. Password. Ik heb nooit een password van de museumjaarkaart gehad. Is dat wel onzin? Ik zat er nog zo'n tekstje onder password vergeten. Nee, niet vergeten. Ik heb er nooit een gehad. En ik ga nog een stap verder. Ik wil er ook helemaal geen hebben. Waarom zou de museumjaarkaart van mij een password nodig hebben om mijn betaling te verwerken? Wat is dit voor lulkoek? Het verhaal is nog niet af. Ik denk, nou ja. Ja, oké, okay, brave burger, ga toch maar proberen, paswoord vergeten, dat is niet zo. Je zoekt nog even naar ergens een plek waar je naar mailen kunt om je verontwaardiging te uiten. Die is er vanzelfsprekend niet. Evenmin behoorlijke telefoonnummers, dat is ook heel modern. Hè, dat ze
Het was gek dat ze telefoonnummers vermelden, want dan worden ze gebeld. Daar hebben ze helemaal geen zin. Dus ik probeer iets met, je moest eerst nog zo'n nummer doen, zodat ze weten dat je niet een gevaarlijke, hoe heet het, Russische drone bent. Of weet dat een Russische robot bent. Allemaal gedaan. Waarop dat ding tegen mij zegt, Kwiek, dit is een onjuist e-mailadres. Of een vals e-mailadres, ben ik even vergeten. Hey, hoezo? Wat is er mis met mijn e-mail? Waarom besluit je museumjaarkaart plotseling dat mijn e-mailadres niet in orde is? Dus ik, zo braaf ben ik, heb nog een keer geprobeerd. Opnieuw, nee, met deze valse e-mailadressen gaan wij niet aan de slag. Dat kan maar zo niet. Dan moet maar een juist e-mailadres en een paswoord ingelogd worden. Waarom moest je überhaupt inloggen om een doodnormaal rekeningetje van de museumjaarkaart te betalen? Wat is dat voor onzin? We hebben het er al eerder over gehad. Als je zo'n schoen bestelt op dat godvergeten internet, moet je inloggen met een paswoord. Wat doe je dan, schoenveter? Nou ja. Maar bij Amazon lukt het je wel heel goed. Daar heb je het zo besteld. Ja, maar Amazon is een top, tip, top bedrijf. Niet waar? Daar heb ik volgens mij ook een paswoord, maar dat is interessant. Dat slaat hij op. Ja, ik zal dat verder niet vertellen, maar dat is de naam van onze kat van 100 jaar geleden. En het is ook een heel kort paswoord, dat in principe. En daar heb ik nooit een probleem mee gehad, want nooit heeft Amazon, en ik doe dat nu al 21 jaar, gezegd dat ik mijn paswoord moet vernieuwen. Terwijl de bank, nou, je hebt nog niet een nieuw paswoord ingevuld. Of ze beginnen al, ja, wordt wel tijd dat u bij uw paswoord gaat veranderen. Nou ja, ik heb al mijn kleinkinderen al een keer gebruikt. En ik heb nog tegen mijn zoon gezegd, kun je er niet nog wat kinderen bij maken? Dan kan ik ermee door, maar ja, dat kan dus ook niet. Maar goed, het eind van dit verhaal is dat ik 3 maal de melding heb gekregen van de museumjaarkaart, dank u wel kaart, dat mijn e-mailadres dat op oplichterij is. Terwijl ik er verder nooit enig probleem mee heb gehad, behalve dan bij de museumjaarkaart. Dus ja, ik heb mij nu neergelegd bij het feit, geen nieuwe museumjaarkaart, ik ga maar gewoon betalen wat je moet betalen. Het is een hele sympathieke, leuke instelling. Waarschijnlijk hebben ze een nieuwe internetdirecteur aangesteld. Die dacht, we gaan hier eens even pittig aan de slag. Inloggen, uitloggen, passwords erbij, geen gelul, QR-codes, we strooien het er allemaal doorheen. Wat kan ons die verrossum schelen, die onhandige prutsen, die nooit iets nuttigs kan. Nou. Dus ja, ik heb besloten geen museumjaarkaart. Jammer. Want het is een hartstikke nuttige instelling. Ik juich het van harte toe, maar ze hebben ze mij in feite terzijde gezet. Hè? Hoe lang ben je mee bezig geweest? Als je het allemaal opdoet? Nou, ik ben toch zeker. Ik ben meer dan een uur bezig geweest toen ik het opgegeven. Ja. Want ik kon natuurlijk niet vinden wat ik fout. Ongetwijfeld zal een deskundige. Oh, ho, ho. Maar dan moet je daar op dat sterretje piemelen even indrukken. En als je dan zus of zo doet en je leert Unix uit je kop, dan is het zo geregeld, dat werk. Dat merk je, het is altijd bij computerdeskundigen. Hè? Hoe is het mogelijk dat je. Nee, dat is ook zo'n fabeltje. Ik heb notabene een Apple, dus dat is allemaal zogenaamd mensvriendelijk. Dat hele fabeltje dat computers mensvriendelijk zijn, dat is onzin. Dat zijn ze helemaal niet. Zodra er ook maar iets heel simpels misgaat, begrijp je er geen kloot van hoe het zit. Echt 0,0. Volgende fragment dat we gaan laten horen in dit jaaroverzicht gaat over het veiligheidsdilemma. Maarten is natuurlijk veel onderweg voor opnames voor de televisie. En wat daarbij altijd terugkomt bij die opnames is wachten. Wachten voordat de camera aangaat, wachten voordat het shot goed bepaald is. Soms moet iets weer een keer opnieuw. Ja, en soms moet je ook legitimeren als je op een hele mooie plek naar binnen wilt. En de Rabobank in Utrecht is zo'n plek. Maarten moest daar zijn voor een opname, maar hij moest eerst door de beveiliging. En dat bracht hem op het omschrijven en uitleggen van het veiligheidsdilemma in deze podcast. Ben je ook laat ik nog even het veiligheidsdilemma uit de doeken doen. Ja. Kijk, waar de grote vraag is, waar beveiligen we eigenlijk precies tegen? Is dat tegen jihadistische aanslagen? Kijk, als je bij dat hoofdkantoor met z'n drieën met z'n schietende AK-47 naar binnen rent, is het devies, want dat leren veiligheidsbeambten allemaal op de cursus veiligheid, is niks doen. Niet geen tegenstand bieden, want dan verlies je het leven.
Dus bij serieuze bedreiging doen ze niks. Dat hebben ze geleerd namelijk. Dus dan is de vraag, wat zijn eigenlijk niet serieuze bedreigingen? Is dat dat een groepje meisjes van de groene beweging, weet ik veel, de dennenhalen komt strooien in de hal of zo? Nou ja, is dat erg? Die kunnen waarschijnlijk wel weer zonder al te grote problemen verwijderd worden. Dus die veiligheid is grotendeels symbolische onzin. Echt gewoon pure 100%ige flauwekul. Maar wij kwamen daar binnen met de camera en zo'n wagentje en zo. En ja, er waren twee balies waar je dan je moest melden. En dan krijg je zo'n hangertje, weet je wel. En zo'n bezoekerskaart krijg je dan. En waarbij, ja, eerst, er waren twee balies. En bij de ene stond een hele lange rij, bij de andere wat minder. Nou ja, god, mensen denken rationeel na. Dus wij gingen bij de rij staan waar het wat minder was. Maar nergens, wat wij niet wisten toen we eenmaal aan de beurt waren, dat mensen die niet daar werkten, die mochten niet bij die balie staan. Je moet bij die andere balie gaan staan. Nou, dus bij de andere balie, daar hebben we eindeloos in de rij gestaan. Er zijn nog 17 wachtende voor u, je kent het wel. En toen ik was gaan zitten, ik denk, wat een gezeik. Hè? Ik ga hier even op een bankje zitten. En ik had mijn identiteitsbewijs, want dat moest je namelijk tonen aan de beveiligers. Dat had ik even meegegeven aan de cameraman. Zeg, en die liet dat zien aan het baliepersoneel. Toen kwam die man van het baliepersoneel, die kwam tevoorschijn van achter de balie. En die kwam mij bekijken of ik daadwerkelijk de persoon was die op dat identiteitsbewijs stond. Waarbij je toch begint te denken, welke stapel krankzinnige idioot heeft dit systeem verzonnen? Volgens mij jaren geleden kon je er gewoon naar binnen lopen, helemaal niks. En ja, tenslotte was ik natuurlijk, ja, ik raak enorm geïrriteerd van dit soort van onzin. Hè, want het is gewoon onzin. Bovendien, je hebt dan van die poortjes met van die glazen deurtjes die dan dicht en open kunnen. Toen hadden we allemaal zo'n kaart gekregen. Dus je zegt, nou kun je door het poortje. Nee, dat kon niet. Werkte niet goed. Dus toen bleek er tenslotte voor, om met de camera door het poortje moesten, hadden we drie verschillende kaartjes nodig. Namelijk van de opperbeveiliger, die bleek ook ergens te huizen. En van de assistentbeveiliger. En het kaartje wat we zelf gekregen hadden. Leve de Rabobank, wat een systeem zeg. Ja, je begrijpt, dit, zo'n systeem kost schatten. Terwijl het gewoon flauwekul is. Hè? Maar hoezo vind je het flauwekul? Want daar zal toch wel door de directeur over nagedacht zijn dat het allemaal goed beveiligd wordt. Nee, dat denk ik niet. Nogmaals, ik heb nu net het veiligheidsdilemma geschetst. Als het echt serieus is, hebben ze geleerd dat ze niks moeten doen. Want anders schieten ze het leven erbij in, per slotverrekening. Ja, maar dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Of hopelijk nooit. Je zegt het, hopelijk nooit. Niet zo vaak voor. Dus doek die hele beveiliging op. Want die meisjes met die dennenaalden, dat is verder niet zo'n verschrikkelijk probleem. Maar je hebt natuurlijk ook gekkies. Je kunt misschien wel eens een demonstrant in de hal hebben. So what? Ja. Want ik moet zeggen, nadat ik me enorm geërgerd had, liepen wij langs op een verdieping waar iedereen zijn lunch had te eten. Ik kon niet laten te zeggen tegen het eerste tafeltje waar ik personeel zag zitten, wist u dat u in een gekkenhuis werkt? Waarop ze, ja, begonnen te... Ze waren zich volledig bewust van het feit dat het hoofdkantoor van de Rabobank een krankzinnige inrichting is. Maar vooral die man die tevoorschijn kwam van achter de balie om te kijken of ik daadwerkelijk de persoon was waarvan ze het identiteitsbewijs hadden ontvangen van onze cameraman. Dat vond ik toch wel vrij sterk, ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen als er een gekkie is die denkt ik loop hier eens gewoon door. Want dat krijg je als er geen poortjes zijn. Hoe hou je de gekken buiten? Die lopen dan gewoon naar binnen. Dat wil je ja, niet zo hebben. Wat. Een gek in de hal. Is dit dat, wat moet hij doen? Ja, maar die wil je toch niet in je kantoor hebben? Hij kan hebben? Er een plas doen of als iets anders geks doen. Maar ik bedoel, het is verder niet gevaarlijk. Ik probeer juist uit te leggen als het echt gevaarlijk is moeten ze niks doen. En als het niet gevaarlijk is hoef je er ook niet een enorm veiligheidssysteem op na te houden. Ja, maar je wil niet dat Jan en Alleman naar binnen wandelt gewoon. En die toren daarin gaat. Zo wat. Wat is daar tegen? Waarom zou trouwens Jan en Alleman naar binnen lopen om die toren in te gaan? Nou ja, je hebt er gekkies bij. Ik was deze week bij een congresdagvoorzitter. Hadden ze beveiligers ingehuurd voor gekkies die in het publiek zouden zitten en rare vragen zouden stellen. En deed ze dat ook of niet? Nee, was niet gebeurd. Precies, zonde van het geld dus. Ja. En bedoel, wat heeft de spreker liever dat er een gekkie in de zaal zit? Want dan kun je nog een lollig incidentje maken. Ja, maar hier was dat niet. Je vond het dat denk ik niet goed. Als het zo. Nou ja, ik ben daar niet van onder de indruk. Nee.
Die hele veiligheid, dat is natuurlijk poppenkast. Maar je hebt het nu bij de Rabobank meegemaakt. Maar ik denk dat het bij ieder kantoor zo is. Ik denk dat ieder bedrijf in Nederland zo werkt. Je hebt het in Hilversum ook. Ja, het veiligheidsdilemma dat, naar ik begrijp, ook de top van de Rabobank in ieder geval bereikt heeft. Of ze ook echt iets gaan doen met de kritiek van Maarten, dat vraag ik mij af. Maar vermakelijk is het in ieder geval wel. En daarom is hij ook terechtgekomen in deze toplijst van fragmenten aangedragen door luisteraars. Een ander fragment dat we in dat lijstje vinden is het overlijden van de Queen. Queen Elizabeth in Engeland. Dat leverde natuurlijk een enorme storm aan media-aandacht op. Alle talkshows stonden er bol van. Overal zaten Engeland-deskundigen. En Maarten zou Maarten niet zijn als hij ook daar iets van vindt. Ja, dit was voor de media het mooiste wat er kan gebeuren. Namelijk een gebeurtenis die geen enkele betekenis heeft. Behalve dat een frappant oude man een nog veel oudere vrouw opvolgt als soeverein van Engeland. Maar tegelijkertijd, wat een heerlijke poppenkast. Hè? Wat een kermisuniformen, wat een opwinding, wat een sentiment. Huilende mensen. Mensen die zich wanhopig naar het hoofd voeren. Het meest ridicule, achterlijke commentaar wat je kunt voorstellen, wat bij dit soort van gelegenheden ook te doen gebruikelijk is. Kortom, je zag de media erin zwelgen. Ze konden er geen genoeg van krijgen. Het was de hele dag op het nieuws en dan nog in alle talkshows. Ik wist niet dat er zoveel Engeland-deskundigen waren in Nederland. Altijd weer van die mensen. Ik heb haar uit de verte gezien. Hè? Een neef van mij heeft haar ooit uit de verte gezien. Op een wandeling in Schotland, allemaal dat soort van dingen. Dat je denkt, dit is echt, dat eigenlijk zouden ze... Kan er niet elke week een koningin ergens doodgaan of zo? Ja, dat zou, als je dat zou kunnen plannen. Jongen, wat een heerlijke gebeurtenis. En ook het idee, dit kan nog eindeloos uitgemolken worden. Want we krijgen nou een begrafenis. Ja, ze is op weg. Dat was al een hele kwestie. De kist is op weg. Weet ik veel waarheen. En dan kunnen we weer gaan kijken in de kist. En dan zal er in Londen wordt ze opgebaard. En dan... Moet die suffert, die Charles III, moet ook nog gekroond. God allemachtig, wat een zegen gekroond worden in Westminster Abbey. Dat kan heel lang duren, hè? Dat kan nog eeuwen gaan duren, joh. Het is de begrafenis is pas de 19e. Het is echt heerlijk. Echt, het moet ook op die redacties moeten ze elkaar wenend van geluk in de armen zijn gevallen. Zoiets ongelooflijks, hè? Want dat bleek, we wisten dat helemaal niet, maar Elisabeth bleek een van de allerbelangrijkste wereldleiders te zijn geweest sinds ze aan het bewind is gekomen in de vroege jaren 50. Het is zij was het fundament van de Engelse natie. Zij was het anker van de westerse wereld. Het is, hoe we verder moeten in de wereld, ik zou het ook niet weten, maar het is, gelukkig heeft ze er zelfs nooit iets over gezegd, dat scheelt in ieder geval. Maar het is ongelooflijk dat we haar nu kwijt zijn. Dat is toch iets. Jongen. En dan valt die fijne kastelen. En dan die heerlijke familie. Want dat is het ook het fijne natuurlijk van Elisabeth. Zelf heeft ze nooit iets gezegd van enige betekenis. Dat is haar grootste verdienste, heb ik ook begrepen uit de commentaar. Maar die gezegende familie. Die troublemakers. Al die halve garen die op een of andere manier iets met de Engelse koninklijke familie te maken hebben. Ook allemaal in van die prachtige pakken. Allemaal met tressen en koper en draadjes. En nou, je kunt het zo gek niet verzinnen. Daar moet een hele industrie op draaien. Alleen al op die malle kleding van die mensen. En dan nog, oh, niet te vergeten, de hondjes. Ja. Er blijkt een heel boek te zijn alleen over de hondjes. Ja. Echt, en het schijnt dat een van de hondjes van Elisabeth het clandestien gedaan heeft met de hondjes van haar zuster Margaret. Oh, dat wist ik niet. En die had geen corgis, die had, tackles. Oh. Dus dat was een tackle corgi, bastard. Interessante kruising is dat wel dan. Ja, dit is echt ongelooflijk. Het was, ja, het had ook wel iets amusants. Het waren de media in al hun stuitende mondiale onbenulligheid aan de ene kant en tegelijkertijd begreep je hoe ze hebben genoten. En wat we voelen natuurlijk feilloos aan, dat de kijkers het ook, ze kunnen er niet genoeg van krijgen. Hè?
Hoeveel foto's hebben we niet gezien van die arme Elisabeth? En dan kunnen we weer foto's laten zien van de acteurs en de actrices. Oh ja, acteurs natuurlijk niet. De actrices die Elisabeth hebben gespeeld. En nou, kortom, het was cornucopia. Het was een paradijselijke belevenis voor de media. Ik wil wedden dat ze nu zelfs op zondag nog door de media vertrekken dansen bij het idee dat ze nog weken door kunnen met deze lulkoek. Ja. Ja. Echt fenomenaal. Maar ook de winkeltjes, hè? Want er worden allemaal nu vlaggetjes. Ja, je begrijpt, daar kan ook goud aan verdiend worden aan het franchisen van deze hele zaak natuurlijk. Bij al die begrafenissen en dan die kroning en dan natuurlijk bij het heerlijke idee dat die Charles III natuurlijk het ook niet zo heel lang zal maken. Nee. Dus ze kunnen alles al klaarstaan zetten voor het geval dat hij overlijdt. In de 70 is en dan hij. Krijgen, ja, hij is 74. Hij is praktisch even oud als ik. Ja, maar ja, hij heeft er wel zijn hele leven op gewacht. Dat is ook het hele idee dat hij zijn hele leven al gewacht heeft. Niet waar tot hij zijn moeder zou kunnen opvolgen. Ook wat een heerlijk idee. Ja, het was echt... Het was voor de media moet dit het mooiste zijn geweest wat ze in jaren is overkomen. En dit gesprek wordt over 200 jaar nog eens een keer gevoerd. Dan tegen die tijd in een uniek antiek autootje. Wat speciaal bewaard gebleven is in een museum. In een podcastmuseum. Nou, beeld en geluid. Beeld en geluid archiveert het al. Binnenkort zullen ze een bod doen op dat autootje, denk ik. Ja, die moeten ze daar neerzetten eigenlijk, ja. Vind ik ook wel in een bepaalde, in een speciale ruimte. Ja, dan zullen, als het over deze eeuw gaat, zullen de grootste boeven, die zullen prominent aanwezig zijn. En ik denk een paar geleerden. Dat is het wel, denk ik. Ja. Dus Einstein haalt het ook wel. Vooral omdat hij zo'n paradigmatische geleerde was. Als je de foto ziet van de oude Einstein, zeg je, god, dat moet, of het is een geleerde, of hij speelt de rol van tovenaar in zo'n zwaardfilm. Zal ik maar zeggen, een van de twee. Hij had ook prima, had hij Gandalf kunnen spelen. Ja. We zijn ongetwijfeld wel wat feitjes vergeten rondom dat hele... Dat is helemaal niet erg, want we zullen in de komende weken, eventueel zelfs maanden, ik denk nu al aan een aparte speciale kerstuitzending, die aan deze materie gewijd zal worden, hoe vierde Elisabeth de kerst? Ik geef dit gratis advies aan de talkshows. Had ze een leuke kerstboom, versierde ze hem zelf, waren het elektrische lichtjes of moesten het kaarsjes zijn volgens het protocol. En als er kaarsjes waren, hadden ze dan een emmer met zand klaarstaan, zoals mijn opa. Dat wil je allemaal toch wel even weten. Ja, het is ook voor de talkshows is het natuurlijk een van de... Het gaat eindelijk eens een keer niet over immigranten en gasprijs. Het gaat over iets wat van geen enkel belang is en tegelijkertijd eindeloos kan worden uitgemolken. Wil je nog iets toevoegen waarvan je zegt, dat moeten we wel echt nog even noemen, want anders is het niet compleet? Alles moet toegevoegd worden. Werkte zij zelf in de tuin? Wat deed ze verder nog? Kwam ze wel eens in de keuken kijken? Als ze dan zo verrekte geestig was, als iedereen zegt, dan wil ik wel eens een paar van die wietsen horen. Ze scheen al die prime ministers geweldig na te kunnen doen. Dus ja, dat wil je dan ook wel eens even weten. Nee, dat ze poetsen ze zelf haar tanden. Welk merk tandpasta heeft ze daarvoor gebruikt? Dat wil je allemaal wel even weten. Is die man al die in de tijd in Buckingham Palace had ingebroken? En die nog zo'n lollige conversatie met haar heeft gevoerd? Is die al gevonden? Die zullen ze nu vast gaan opzoeken. Ja, die moet ook. Dat is ook iets lolligs voor de talkshows. Ja. Ja. En iets voor Op 1 om de boel op te vrolijken. Ja. Nou, dit zijn genoeg ideetjes. Dus, Rutte werd ook genoemd. Heeft u haar ooit gezien? En toen zei hij, ja, ik ben een keer op een event geweest. En toen stond zij 6 meter verderop. Ja, precies. Dit is ook heel karakteristiek. Ik heb haar uit de verte. Net zo goed als we een tijd hadden. Dat er allerlei Amerika-deskundigen waren. Die bleken dan Clinton uit de verte gezien te hebben. En als we het over media-aandacht hebben, dan gold dat niet alleen bij het overlijden van de Queen, maar zeker ook bij de verschillende schandalen die we dit jaar in Nederland hebben gehad. En dan bedoel ik met name de MeToo-schandalen. Het begon allemaal met de onthulling van Tim Hofman in het hele Voice-schandaal. We hebben een podcast gemaakt, Linda de Mol. Als ik het me goed herinner uit mijn hoofd, is dat de aflevering die het vaakst, het meest is aangeklikt en is beluisterd. Maar later, aan het einde van het jaar, nog niet zo gek lang geleden, hadden we natuurlijk de Matthijs van Nieuwkerk-rel.
En daar was Maarten ook nog iets nauwer bij betrokken, omdat hij in de beginjaren van De Wereld Draait Door vaker aanschoof in dat programma om duiding te geven over historische gebeurtenissen. En dus ging het in onze podcast ook over Matthijs van Nieuwkerk en zijn woedeuitbarstingen achter de schermen. En wat natuurlijk bij dit alles wel erg treurig is, is dat dit allemaal jaren heeft geduurd. Dat daar met enige regelmaat over geklaagd en gesproken is. En dat de autoriteiten die over dit soort van zaken gaan gewoon geen poot hebben uitgestoken. Ja, Frans Klein onder andere, die directeur eerst was bij de VARA. En wat ik ook wel bezwaarlijk vind, is dat als argument voor het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk wordt gegeven. Ja, dat is de immense druk, nietwaar, van een topsport. Topprogramma wat elke avond gemaakt moet worden. Kom op. Het was light entertainment, het was soms leuk. Was het een programma niet waar wat de wereldgeschiedenis veranderd heeft of de wereldgeschiedenis zal gaan halen? Nee, natuurlijk ook niet. Dus ik vind, daar zit ook een soort wonderlijk element van arrogantie in. We hebben zo'n ongelooflijk programma gemaakt dat dit wangedrag eigenlijk wel te rechtvaardigen valt. Dat lees je een beetje. Ook, ik begreep dat ook voor veel mensen in de televisiebranche, die natuurlijk sowieso al de neiging hebben zichzelf schromelijk te overschatten, laten we dat er even bij zeggen, ook wel een soort argument was. Magistraal programma, zoals nog nooit eerder in de hele wereld vertoond, iets unieks. Zouden de mythes op moeten houden met de suggestie dat die tv een magisch gebeuren is. Een ongelooflijk knap werk is. Kom op. Het stelt niet zo bijster veel voor. Ja, je moet een goede cameraman hebben natuurlijk. En ze moeten bij de regie ook een beetje redelijk op de knoppen kunnen drukken. Maar God allemachtig nog een toe. Dat je elkaar voortdurend allerlei enorme veren op de hoed steekt. Ik bedoel, iedereen die toch bij iets gedaan heeft voor de tv, die weet toch dat het voornamelijk wachten en lullen rondlummelen is in allerlei opzichten. Op een gegeven moment kwam jij daar niet meer bij De Wereld Draait Door. Was dat om... Nee, ik was daar vrij frequent aanwezig in de eerste jaren, maar dat is op een goed moment is daar een eind aan gekomen. Wat zei hij dan ook weer? Het is klaar of zo? Of ik heb er gewoon genoeg van? Ik ben er klaar mee, ja. Hij was er klaar mee. Nou ja, oké. Het heeft mij geen leed bezorgd, moet ik je zeggen. Ondanks mijn niet-verschijning in dit unieke, ongelooflijke wereldhistorische programma. Matthijs van Nieuwkerk en de perikelen bij De Wereld Draait Door. Dat het fragment dat door veel luisteraars is aangemerkt als het meest persoonlijke en het meest emotionele, dat was het overlijden van Maartens zus Sis. Ik kan me herinneren dat vlak na het overlijden een opname gepland staat. Ik had het vermoeden, Maarten gaat dat misschien afzeggen, want het is misschien te vers en te emotioneel. Maar dat deed hij niet. Hij stapte in de auto. Volgens mij was het 1 of 2 dagen nadat het nieuws bekend was gemaakt. En wat volgde was 40 minuten praten over zijn zus Sis. Maar ja, het blijft gek dat iemand toch van het een op het ander werd. Die mevrouw kan wel zeggen, typisch Sis, dat ze ondersteboven gevallen is en 2,5 dag later overleden is. Maar ja, het is... Je denkt ook plotseling toch aan al die mensen die waar de politie aan de deur komt en zegt, ja, het is heel ongelukkig, mevrouw, gaat u even zitten. Uw familielid, wie het ook is, heeft een auto-ongeluk gehad en heeft het niet overleefd. Het is een hele plotse cesu en dan heb ik er nog samen met Koen nog een half dagje bij gezeten. Hmm. Ja. Maar goed, toen was het eigenlijk al een aflopende zaak, cesu. Na de val vrij snel in een coma geraakt waar ze nooit meer uit is gekomen. Ja, maar je zegt eigenlijk, je moet er nog aan wennen aan het idee dat het zo snel is gegaan. Ja, ik moet er überhaupt nog wennen aan het feit dat ze er niet meer is. Ja. Maar ik ben dus niet zo iemand die in het rouwproces dat die hoort, ze is dood. En dat je meteen in een niet meer te stuiten tranenvloed uitbarst en op de grond gaat liggen kronkelen, zal ik nou maar zeggen. Maar totaal niet. Maar ik moet er langzaam aan wennen. Mm-hmm. Ook toen mijn vader, die was dus ook vrij plotseling overleden, heb ik nog maandag gedacht als de telefoon ging, God zal mijn vader wel zijn. He? Ja, met je pa. Ja, ik zit hier in de hemel, maar het uitzicht is matig. Zoiets in die geest. En dat zal ik precies ook hebben. Nu loop ik ook steeds rond en denk van, goh, toch treurig dat ze deze dag in ieder geval niet meer mee kan nemen. Nee. Er zullen ook mensen zijn die zeggen van ja, ze... Ik moet zeggen, zij
lag in haar coma in een kamer, ziekenhuiskamer, waarbij meteen achter het raam, echt op een anderhalve meter, een prachtig bloeiende kastanje stond. Dat was wel merkwaardig. Ja. Ja. Wat betekent het nou voor het programma? Is dat klaar? Ja, daar weten we niet. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. We zijn natuurlijk ooit ben ik met mijn broer samen naar Berlijn gegaan, omdat mijn zuster ziek was. En we hebben ook wel eens gedaan dat ze ja, daar zo beroerd aan toe was, dat ze dan voor één dagje of een middagje werd ingevlogen. Ik heb geen flauw idee. Het mist natuurlijk toch iets van het unieke karakter wat het had als ze er niet bij is. Juist door haar bokkigheid en tegendraadsheid, waar ze toch een meester in was in allerlei opzichten. Er zullen ook maar heel weinig mensen in Nederland tv-programma's maken die zelf al, ik geloof, 20 jaar niet naar de televisie hebben gekeken. Nee, dat was bij haar zo. Ja, ze keek nooit. Koen wel. Koen die kijkt volgens mij na 10 wel even of wat er in de wereld gaande is. Maar ze keek nooit naar televisie. Vond ze een weerzinwekkend medium. Ja. Hoe is Vincent eronder? Ja, zoals Vincent is. Die laat niet veel merken. Dat zal bij hem net wel zoals bij mij gaan. Een beetje langzaam. Ja. Ik weet niet of jij had verwacht dat ik wenend binnen zou zijn gestapt hier iedereen kent je toch als rationeel? De zogenaamde audio-studio. Ja. Ik bedoel, Audi-studio. Nee, zo gaat het. Het gaat heel langzaam. Rouwproces is iets wat zich heel traag ontwikkelt. Hè, waar je natuurlijk vaak jaren mee bezig bent in allerlei opzichten. Ja. Ja, hoe was dat bij het verlies van je moeder? Nou, dat was totaal anders. Kijk, mijn moeder is, dus, die is 91 geworden. Die is kleine zes jaar totaal dement geweest. En ik weet wel dat we werden gebeld. En dan met ook zo'n zalvende stem uit het verpleeghuis van gaat u even zitten. Een vreselijke gebeurtenis. Dus je denkt, het verpleeghuis is ingestort. Door een atoombom geraakt. Maar goed, nee hoor, ik begreep direct dat mijn moeder overleden was. En toen zei ik gewoon, mevrouw, ja, u doet alsof het verschrikkelijk is, maar dit is voor haar en voor mij een immense bevrijding. Mm. Want ze was al lang niet meer wie ze was. Ik bedoel, dat was eigenlijk aangrijpend en ellendig. Dat daar zit dus iemand die qua naar de vorm als het ware er nog is en die verder volledig afwezig is. Mm. Hmm. Ja, voor zover ze ooit iets zei, was ze boos. Dus ja, want je hebt bejaarden die worden, dementen die worden boos. Je hebt dementen die heel rustig en liefjes op weg naar het einde gaan. Hmm. Maar goed, ik moet je zeggen dat mijn moeder er ook verrassend dood uitzag. Dus laat ik nogmaals zeggen, als u daar geen speciale behoefte aan hebt, ga niet kijken. Nee. Er zijn mensen die zeggen, je moet het juist even zien om het door te laten dringen. Dat het ik weet het niet. Ik ben daar niet. Ik geloof niet dat ik daar een groot voorstander van ben. Het is natuurlijk niet prettig om te zien. Maar zeker bij mijn moeder dacht ik eerder aan mijn moeder 10 jaar eerder dan aan dat moment dat ze daar in die stoel zat. Ja. Waar komt de naam Sis eigenlijk vandaan? Want ze heet Mary. Zij is genoemd naar haar tante, namelijk de oudste zuster van mijn vader. Want mijn vader en moeder die woonden in Bilthoven in de oorlog. Mijn vader kon de deur niet uit natuurlijk vanwege dat hele probleem met die arbeidsinsats en de kans dat je opgepakt werd. En tante Mary die ging op hongertocht zoals dat heette. Dus die maakte lange fietstochten naar het oosten des lands. En dan moest je zorgen dat je daar voedsel kreeg. Hoe dat precies ging, dat er waren allerlei methodes voor. Ik heb daar wel iets over geschreven in een boekje over Market Garden. Omdat er altijd het gerucht ging dat deftige families dat die dat niet deden. En nou was mijn familie, ja, het is steeds minder deftig geworden. Maar goed, die was toen nog heel deftig. Maar dat is helemaal niet waar. Mijn opa, die ging er gewoon op uit. Terwijl een hele deftige man was, dat vond hij zelf ook. En tante Mary ook. En omdat mijn moeder en mijn vader toch het gevoel hadden dat tante Mary hun gered had in deze sombere tijden, of in ieder geval een belangrijke bijdrage had geleverd aan het feit dat ze het min of meer ongeschonden hadden overleefd. Want mijn moeder was natuurlijk al die tijd zwanger in de hongerwinter van mijn zuster. Die is 2 mei geboren. Blijft natuurlijk wonderlijk dat thema. Mijn ouders waren piepjong. We waren vroege 20ers. Het hele wereldleed dat als je maar jong genoeg bent, dan kijk je anders tegen de wereld aan. Dus ja, ik was geboren in oktober 1943 en Sis is van mei
Terlijtje winst is net anderhalf jaar. Zoveel is het niet. Maar om tante Miri te bedanken hebben ze Sis Miri genoemd. Nu heb ik, of ik had, sorry, een Engelse grootmoeder. Dus die zei tegen mij, ik was zo'n hummeltje. Die zei, you've got a sister. Wist ik veel. Dus ja, sister. Ja, dat kort je makkelijk af. Dus ik zei direct van, oh, Sis. Als een hele rare ontwikkeling natuurlijk. Want normaal gesproken verdwijnt dat weer. Dat het peutertje dat gezegd heeft. Of dat misschien al een tijdje gezegd heeft. En in dit geval is het blijven plakken. Mijn ouders zijn ook Sis gaan zeggen. Iedereen is Sis gaan zeggen. Sis zelf ook. Ze ging, Miri was haar paspoortnaam, zal ik maar zeggen. Ja, maar het was Sis. Dus heeft die naam aan jou te danken eigenlijk? De naam Sis heeft ze aan mij te danken, ja, zonder meer. Ja. Ja. Als je de aflevering niet helemaal geluisterd hebt, hij staat in de show notes, daar kun je op klikken. Het is in totaal 45 minuten lang volgens mij, 45 minuten. Mooie emotionele uitzending met ook een mooie terugblik op het leven van Sis door Maarten. Overigens geldt het voor alle fragmenten die je gehoord hebt. We hebben de linkjes in de show notes gezet. Die vind je onder deze podcast als je even naar beneden scrolt. En die kun je terugluisteren mocht je daar in deze kerstvakantie nog een keer tijd voor hebben. Het zit erop, denk ik. De batterijen zijn ook bijna op van het toestel, dus het komt goed uit. Nou kijk, dat is een symbolisch moment. Precies. Ja, en jij gaat eten denken. Het is bijna namelijk 5:30. Dus oh, dan is het zo laat al. Tijd voor de aardappeltjes. Nou, 5:00 is het net geweest. Maar goed. Nou, dan haak ik me maar eens inderdaad aangehouden voor een gezonde maaltijd. Kijk. Vezelrijk voedsel. Altijd goed. Ja, nog één dingetje. We zijn straks bij Mischa Blok te gast op NPO Radio 1. Dan blikken we ook nog een keer terug op het podcastjaar. Dus mocht je vanavond niets te doen hebben, dan... leuk om dat live te beluisteren bij NPO Radio 1. En je kunt het ook terugluisteren. Dus heb een hele fijne jaarwisseling. Doe voorzichtig met vuurwerk. En tot snel. In dit unieke, ongelooflijke wereldhistorische programma. En toen zei die man, ze denken dat u een pastoor bent. Luister tijdens de kerstvakantie de live podcast terug. Zegt Gorbachev, ik vind het schandelijk. Over Amerika na de Koude Oorlog. Ah, dat is een leuke vraag. En heel veel andere zaken. Jij bent verantwoordelijk voor al die klote troep. De link staat in de show notes. Wie droomt er niet van om van zijn hobby zijn werk te maken? Roel Veldmeijer is zo iemand die met zijn neus in de boter viel. Hij heeft namelijk van het spelen van spelletjes zijn werk gemaakt. En dat doet hij behoorlijk succesvol. Met een internationaal imperium. Ik spreek met hem in de podcast Sea Level. Ben je benieuwd naar het gesprek? Je vindt het nu via de link in de show notes.